SRO is voor mij trots zijn op je werk. SRO is voor mij een warm bad. De SRO is voor mij de mogelijkheid om de positieve effecten en krachten van de sport juist in te kunnen zetten voor die doelgroep jongeren voor wie het sporten in verenigingsverband niet vanzelfsprekend is. SRO is voor mij een aaneenschakeling van nieuwe kansen voor SRO en voor mezelf. Van jong tot oud, iedereen geniet van sporten en lekker bewegen. Sportaccommodaties moeten daarvoor in uitstekende conditie zijn. Gemeenten hoeven daar gelukkig niet zelf de handen voor uit de mouwen te steken. In de regio's Eemland en Kennemerland hebben gemeenten in SRO de maatschappelijke partner die hun al dat werk uit handen neemt. SRO slaat bruggen tussen mensen, scholen, sportverenigingen en wijken. Voor duizenden kinderen die elk jaar hun zwemdiploma halen. Voor meer dan 6 miljoen bezoekers van haar sportvoorzieningen ieder jaar. Met zo'n 500 medewerkers realiseren we dat allemaal. SRO is uniek omdat we zakelijk opereren, combineren met veel affiniteit en kennis van gemeenten. Omdat iedere gemeente uniek is, leveren we altijd maatwerk. Toegesneden op de lokale situatie, het gemeentelijk vastgestelde beleid en voor al die mensen die van de sportvoorziening in hun buurt gebruik maken. Tussen onze maatschappelijke partners en SRO bestaat een warme relatie waarin we actief met elkaar meedenken. Voor alle facetten van de bedrijfsvoering draagt SRO zorg. Het beheer, de exploitatie en het organiseren van activiteiten. Voor alles zijn gemeenten bij ons aan het goede adres. En van het allereerste bouwconcept tot en met de fase van het dagelijkse gebruik. SRO rapporteert helder en zakelijk over de gerealiseerde prestaties. Zodat onze partners inzicht hebben in de voordelen van samenwerken met SRO. SRO als maatschappelijke partner. Gemeenten zoeken in toenemende mate partners om mee samen te werken. Partners die een bepaalde deskundigheid bieden, die gemeenten daardoor niet zelf in huis hoeven te hebben. Ik ben Rob Rutte, teamleider combinatiefunctionaris wijk. Uiteraard is het voor gemeenten belangrijk om die deskundigheid op een zakelijke basis in te huren. SRO is zo'n maatschappelijke partner. Met veel kennis van de gemeentelijke regelgeving en veel ervaring in beheer en exploitatie. Voor SRO is het bovendien vanzelfsprekend om zakelijk en efficiënt te opereren. Het maatschappelijk partnerschap blijkt uit de speelfunctie die wij vervullen in de wijken, het directe contact dat wij hebben met de jongeren door wekelijks met ze te sporten. Daar ga je. Iedere gemeente is uniek, met een eigen lokale bevolking, voorzieningen en plaatselijke gebruiken en gewoontes. Iedere gemeente en ieder gemeentelijk bestuur heeft een eigen cultuur. Het maatwerk dat SRO levert is dan ook volledig afgestemd op de wensen van het gemeentelijk bestuur en de lokale situatie. Werken bij de SRO is voor mij. Sporten heeft veel meer doelen dan slechts twee en het kent alleen maar winnaars. Terwijl de gemeente bestuurt en de regie behoudt over haar activiteiten, voert SRO het sportbeleid risicodragend uit. Uw partner in exploitatie. Bianca Kokken. Meer bewegen voor ouderen geef ik en kinderen met een beperking geef ik zwemles. Exploiteren zit SRO in het bloed. Risicodragende bedrijfsvoering voor onze opdrachtgevers behoort tot onze kerncompetenties. Voor de twee regio's waarmee we samenwerken, Eemland en Kennemerland, exploiteren we een scala aan terreinen en gebouwen. Van grote sportvelden tot sporthallen. En van zwembaden tot welzijns- en onderwijsinstellingen. Iedere vorm van maatschappelijk vastgoed kunnen gemeenten met een gerust hart overlaten aan SRO. De perfecte activiteit is wanneer ik zie dat mijn deelnemers het ontzettend naar hun zin hebben. Een goed contact met onze opdrachtgevers en voortdurende aandacht voor onze dienstverlening in de accommodaties waar consumenten gebruik van maken, zijn essentieel om tevreden gebruikers en partners te hebben. De maatschappij verandert en SRO springt daarop in. Van nieuwe concepten tot het updaten van bestaande cursussen. SRO zet de wensen van haar opdrachtgevers en hun inwoners voorop. Optimale dienstverlening die hand in hand gaat met zakelijke bedrijfsvoering.
Dus tegen lage kosten en werken binnen het budget. Werken bij de SRO betekent voor mij een bijzondere plek. Samenwerken aan onderhoud. SRO is voor mij trots zijn op je werk. Onderhoud en herinrichten van terreinen en vastgoed is naast exploitatie de tweede kerncompetentie van SRO. Ruud Koster, onderhoud Pulmilieustadion. Zaken als de levenscyclus van het vastgoed, de noodzaak om sportterreinen te herinrichten, het onderhoud van monumenten en onderhoud van sportvelden. SRO biedt gemeenten de deskundigheid die op een specifiek terrein door hen gevraagd wordt. Goed onderhoud is voor mij als de clubs tevreden zijn over het gras en de tegenstanders complimenten geven. Of het in uw gemeente nou wel of niet gaat om ecologisch groenbeheer van de sportvelden, SRO richt zich in haar dienstverlening op de specifieke wensen van het gemeentelijke bestuur. Maar niet alleen dat, want de gebruikers van al die sportterreinen, voorzieningen en accommodaties moeten uiteindelijk tevreden zijn. Voor hen doen we uiteindelijk al dat werk. Werken bij SRO is voor mij een afwisseling en een uitdagende baan. Door jarenlange ervaring en de schaalgrootte waarop SRO opereert, hebben wij veel kennis in huis waarmee we efficiënte en effectieve oplossingen bedenken. Maar standaard zijn die oplossingen niet. SRO biedt altijd maatwerk, passend bij de lokale situatie. Beleving binnen uw gemeente. Annelies van Zoeren, trotse vestigingsmanager Bosbad Amersfoort. We leven in een wereld waarin beleving een grote rol speelt. Het bezoeken van evenementen, een dagje uit met familie of bedrijf, het organiseren van een kinderfeestje. Ieder mens komt ermee in aanraking. SRO is de onzichtbare partner die binnen de gemeente zorg draagt voor de optimale voorwaarden om dergelijke belevingen tot een groot succes te maken. Werken bij SRO is voor mij werken voor een geweldig product in een sociale en zakelijke werkomgeving. Goedenavond, hartelijk welkom op het Sportgala Amersfoort! Van de Canopy Trail in Amersfoort tot de Haarlemse Honkbalweek. Van Amersfoort Beach tot Out in Action. SRO zorgt dat het allemaal op rolletjes loopt. Veel gemeenten vinden het belangrijk om een uitgebreid aanbod aan activiteiten binnen de gemeentegrenzen te kunnen aanbieden, om groepen met en zonder achterstand aan het bewegen te krijgen. SRO is voor mij een aaneenschakeling van nieuwe kansen voor SRO en voor mezelf. SRO is de partner om het te ontwikkelen en uit te voeren. Van jong tot oud, van scholen tot bedrijfsleven, iedereen geniet van wat uw gemeente biedt.